Nou is er in Almelo sprake van de Soweco. Ja. Wat gaat er met de Soweco gebeuren en met name met het personeel? Ja, nou, misschien wel het meest belangrijke, hè, voor de meest kwetsbare mensen, de mensen om wie het gaat, verandert er vrij weinig. Het uitvoeringsmodel verandert, maar de kwetsbare mensen behouden hun baan, behouden hun salaris. Hè, dus de mensen die in het groen werken, die blijven in het groen werken. De mensen die in beschut blijven werken, blijven ook in een beschutte werkomgeving werken. En de mensen die gedetacheerd zijn, blijven voorlopig hun detacheringen doorzetten. Alleen kan het zo zijn dat op het moment dat de detachering afloopt, dat er weer een nieuwe detacheringsovereenkomst bij een nieuwe werkgever moet worden gevonden. Maar dat is inherent aan het vak detacheringen. En als het gaat om het personeel, die gaan over naar de 6 gemeenten, begeleidend personeel. En daar proberen we ook ontslagen te voorkomen. Hè. Dus we willen eigenlijk die mensen overnemen. En de 4 gemeenten die door willen, dat zijn Almelo, Tubbergen, Wierden en Twenterand. Die richten met elkaar een stichting op. En het personeel wat wij met elkaar overnemen, die lenen we uit, zeg maar, naar die stichting. Waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd voor die 4 gemeenten. Ja. En wij moeten proberen, gegeven die landelijke wetgeving, zo goed mogelijk ervoor voor deze mensen te zorgen. Ja. En dat is wat we gaan doen. Ja. De grap is, de mensen die nu zeg maar, bij Soweco werken als begeleidend personeel, en de OR is daar een vertegenwoordiging van, die gaan ook over. Dus we willen die kennis en kunde van Soweco ook naar de toekomst toe juist behouden. En ben ik vooral lokaal verantwoordelijk voor de mensen die in Almelo wonen, en door de nieuwe uitvoeringsorganisatie bediend gaat worden. En dat is een groot verschil met nu. Want die gemeenschappelijke regeling, die is vooral, dat is verlengd lokaal bestuur met een duur woord, waar je minder invloed op hebt. En nu word je veel directer verantwoordelijk voor de goede zorg voor deze doelgroep. En daar ook politiek op aanspreekbaar. En dat is ook wat de Raad van Almelo prettig vindt. En u kunt garanderen dat de Soweco tot in lengte vandaag in Almelo blijft? De functie van een beschutte werkplek, de functie van een organisatie die zich inzet voor deze doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, zal er altijd zo zijn. Want die mensen hebben namelijk die hulp en ondersteuning vanuit de gemeente nodig. Omdat ze niet in een reguliere werkplek kunnen werken. Dus dat is er altijd. Of die wet nou verandert of niet. En daar zal altijd voor gezorgd moeten worden. Maar de manier waarop je dat doet, dat kan in de loop der jaren veranderen. Daar is deze discussie over gegaan. Hè, de manier waarop. Maar dat de zorg voor deze mensen nu en naar de toekomst zo zal blijven, staat als een paal boven water. Ja, want achter ieder personeelslid staat een gezin. Exact, zo is het. En daar hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid voor. Dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanwege een beperking op welke manier dan ook, dat die mee kunnen doen in onze samenleving. En dat is superbelangrijk, dat mensen kunnen blijven werken, kunnen blijven bijdragen aan deze samenleving. En dat is meer dan alleen loon. Dat is ook een stukje waardering en een daginvulling waar mensen hun voldoening ook uit halen. Dus u omarmt de woorden van koningin Maxima van harte doordat ze zegt meedoen. Absoluut meedoen en daar gaan we ons samen met Soweco binnen dat nieuwe uitvoeringsmodel naar de toekomst toe vol voor inzetten.